Hallo, kijk zo niet tegen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Kingdom Come Crowns. Vanaf hier ben ik hier gebleven en we hebben nu weer. We zijn in ieder geval weer terug naar het eerste eiland, helaas. Dus dat zal betekenen dat we. Nou ja, in ieder geval wel hier verder kunnen. Want wat ik weet is dat we nog wel een aantal dingen kunnen doen op dit eiland. Gewoon omdat we natuurlijk ook gewoon nog. Nou ja, nu de mogelijkheid hebben om deze ook te kunnen upgraden. Dus dat wil ik ook even gaan doen. En ondertussen moet ik ook even een beetje coins verzamelen, want dat is ook wel even verstandig. Dan moet ik even kijken hoe het allemaal hier zit. Oké, hier komen ook nog een aantal mannekes aan. Deze kant is wel volgens mij de jaagkant. Ja, hier zijn sowieso vier personen nog naartoe aan het wandelen. En ik weet niet of we toevallig nog een. Ja, die merchant hebben. Aan de rechterkant of zo. Maar. Dat zal ons natuurlijk wel wat makkelijker kunnen maken. Ik kan even kijken of dit. Ah ja, hij is er nog. Mooi. Oké. Dan gaan we ook nog waarschijnlijk iets van twee bultels erbij regelen, want we hebben er maar twee op het moment. Dus ja, dat is ook wel even verstandig om natuurlijk te hebben. En we moeten gewoon een binnenkort gaan uitbreiden, dat is ook wel iets handigs. Nee, we hebben drie builders hier. Oh, dan is het niet echt nodig. Het probleem is dat ik gewoon niet zoveel geld meer heb. Dat is echt een probleem. Maar ik vind het wel heel fijn als je je kroon verliest, dan ga je gewoon weer terug naar het eerste eiland. Dat vind ik wel fijn. Nou, volgens mij geen monsters vandaag. Nee. Waarom? Ik heb geen idee. Wat zou ik even doen? Zou ik links uitbreiden? Ja, want ik wil eigenlijk nog een farm regelen. Is ook misschien wel heel verstandig. Gaan we even rechts uitbreiden. Deze boom die kunnen we ook natuurlijk nog even weghalen. Ja, dan kunnen we aan de linkerkant mooi binnenkort een farm maken. Is ook wel verstandig. Moet ik eigenlijk deze bomen allemaal een beetje weghalen tot aan dat kant van de merchant. Tot aan deze boom. Ja, deze bomen die kunnen we niet weghalen. Gewoon vanwege dat ik het kamp natuurlijk ook niet weg wil hebben. Zien het een van jullie nog kan zien, ja.
gaan we ook alvast een beetje naar de linkerkant uitbreiden. Want zodra we aangevallen worden door van die monsters die al uit de poorten komen, vanwege de dat de portal gesloten is aan de andere kant, dan is dat in principe best wel logisch. Waar we dan nog wel wat extra muren voor nodig hebben. En dan moeten we binnenkort onze kasteel ook nog even regelen. Even weer upgraden en zo. Waar kunnen we onze farm het beste bouwen? Daar. Dat is nog niet zo ver. Oké, je hebt nog één coin. Want ik denk niet dat ik genoeg heb om het kasteel niet te upgraden. Nee. Ja, ik denk het in ieder geval niet. Nee, vast niet. Hey, een coin. Oké, dan moet ik hier een muur maken. Het is al best een eind van de vorige muur af. Maar ja, in principe maakt dat ook niet heel wat uit. Want we hebben in ieder geval genoeg plek om een farm te maken. Oké. Het is dag 3 maar. Oh. Oké, dan wil ik iets van 4 farmers hebben. Eén coin te weinig. Nou, dan hebben we dit muurtje dan ook gelijk alvast even naar een stenen muur gemaakt. Vanwege dat het ook wel even verstandig is om natuurlijk te hebben. Had ik wel natuurlijk niet dat ze er doorheen komen. Dat ze onze farmers weer wegnemen en alles. Dus dan maak ik nog één farm tool erbij. Of die koop ik erbij. Zo. Eerst heel wat houten muren en dan opeens een stedenmuur. Oh ja, hier is de boot. Zo, dan hoeven die farmers die hele tijd heen en weer te lopen.
Oké, nu doen ze dat dan nog wel. Maar aan de linkerkant gaat het nog heel erg goed met het geld. Met deze farm. Dus gewoon eens wel aanraden om het wel te doen. Zodat je hier een farm hebt staan. Holy fuck, dit is veel te veel geld. Nou, dan heb ik nu wel genoeg coins. En nu moet ik eigenlijk nog een aantal personen hebben voor het, nou ja, extra bogen. Of we vallen hem nu gewoon aan. Laten we gewoon nu doen. Ja, dan heb ik zodra ook daar een mogelijkheid om een nou ja, even nadenken. Dan heb ik daar dan natuurlijk dat pieren ding zitten waar je dus die hoe heet dat ding ook weer, de vuurtoren kunt maken. Dat okay, deze buur moet even upgraden. Oké, ik ga nu wel even kijken hoe ver ze al zijn. Hoppakee. Nu meer kan ik dit ding halen. Oké. Oh. En wat eet hij? Oh. Oeh, dat doet ook wat. Wat kan ik hier dan halen? Ik zou het niet weten. Oh ja, dat zal wel even die aanval zijn van de nacht zelf. Zal nog behoorlijk goed kunnen namelijk. Maar wacht, wat doet dit als ik dit doe? Kijk, ik heb geen coins meer. Nou ja, die portal die gaat al gesloopt worden. Dat is geen twijfel aan mogelijk. Deze mand is ook nog behoorlijk snel, vind ik. Maar ik heb eigenlijk alleen maar twee coins nodig om dat ding neer te leggen.
Als dat een goed woord is. Oh, beide cards die zijn weg. Dat is niet heel goed. Dat zal wel gaan betekenen dat we dan nog. Oh ja, dit ik kan dan ook heel mooi. Maar dat gaat dus wel betekenen dat we nog weer even die potten nog een keer moeten gaan aanvallen. Oké, dit zal wel genoeg moeten zijn voor het kasteel. Zo. Dit ziet er pas al uit als een goed kasteel, joh. En er zit ook een grote bel. Ik weet niet wat dat voor speciaals is dan. Oké, we hebben zelfs nog hele sterke muren. Ik denk niet dat we dan nog verder op kunnen graden, maar dat is in principe ook niet echt nodig, vind ik. Oké, maar ik heb wel een hele geld overdosis, dus dat is nu wel duidelijk. Oké, dan ga ik eerst nog wat mensen recruiten. En dan moeten we zo ook maar weer even de portal aanvallen. Dat lijkt me nog wel een heel verstandig idee. Ik moet echt van dit geld af. Ga maar even wat aan de rechterkant even gaan upgraden, denk ik anders.
Maar dan vraag ik me nu wel een beetje af, wat kan dit kasteel beter dan dat vorige kastelen dat konden? Is er dan iets wat ik nog meer kan doen of iets dergelijks? Ja, we gaan het zien. Het is in ieder geval. Oh, hier is het. Oh, wacht. Ja, ik dacht al. Ik vond het een beetje raar, maar dat komt gewoon omdat ik die muur natuurlijk aan het upgraden was. Oké, dan ga ik maar weer eens even kijken hoe het daar verderop zit. Dat het toevallig wel gesloopt is of iets dergelijks. Wat een blaas weg. Chill. Oké, ik ga die vuurtoren echt tot de max upgraden. Laat ik dat maar eens even doen, denk ik. Maar ja, voordat ik die vuurtoren ga upgraden, ga ik eerst even kijken hoe het met de andere kant gaat. Oké, een beetje een rare plaats voor een katapult, maar hey. Oh ja, daar komen ze. Oké, er zijn er nog best wel wat. Oké, dit maakt het wel veel makkelijker. Wegwezen jullie.
Oké, die muur die gaat echt niet makkelijk kapot. Oh wacht, daar is ook nog een bezootje. Oké, ze moeten die muur wel even snel gaan repareren, want anders is dat ding zo weer kapot. Dat kan ik niet echt gebruiken, laat ik maar zeggen. Nou, maar een normale nacht met monsters, dat is niet zoveel natuurlijk. Dan zal die merchant er ook wel weer aankomen. Moet ik natuurlijk niet een coin gaan droppen, hè? Dat is niet zo verstandig. Nou, geen money dus vandaag. Rip. Zo, even kijken. Jij hebt waarschijnlijk nog wel een beetje coins hier. Ja. Nou, top. Dan ga ik nu even die vuurtoren nog even upgraden. En dan vind ik het wel even genoeg geweest voor vandaag. Ja, je kan ook natuurlijk nog even de mensen naartoe laten gaan. Zo, meer ruimte. Moet ik ook nog even die 3 gems hebben van deze hermit, want ik weet ook niet welke hermit dat ook precies is. Dat is natuurlijk altijd handig om te hebben. Hoppakee. Dus dan moet ik iets van 3 gems hebben. Hopelijk heb ik dat nog in die bank zitten. Dat zal dat namelijk heel makkelijk maken. Oh, gaat hij net weg? Oef, rip. Dan moet ik het volgende maar doen.
Ben ik nou zo blind of heb ik mijn bultjes gewoon niet gezien? Misschien zijn ze al een bos in, weet ik niet. Oh nee, ze zijn met de boot mee. Er kwamen nog twee mensen aan de linkerkant. We zullen in ieder geval dat probleem moeten verhelpen. Zo, geef me geld. Je hebt ook al wat cash. Vind ik zo vaag om te zeggen cash. Maar ja, het is wel cash. Dus daar heb ik 3 coins, of 3 gems nodig. Zo, nu past het. Het laatste wat ik ga doen is dus even naar die hermit toe. Voor vandaag dan tenminste. Wat is deze? Die is wel chill. Dan kan je volgens mij, als je van die torens hebt, en die heb je dan van het vierde level gemaakt, dan kun je deze upgraden met deze hermit. Om er een ballista van te maken. En dat is ook best wel chill om te hebben. Dus die kunnen we nog best wel goed gaan gebruiken, denk ik. Maar ja, volgens mij gaan alle hermits gewoon gelijk mee. Nou ja, zodra we van dit eiland afgaan, zal er wel de volgende aflevering zijn. Oh, hij wil niet meer. Nou ja, ik ga nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en abonneer je kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.